Het vuur van de graafschap wordt aangewakkerd door de Heidesmit. Specialisten in kachels en haarden in Halle en Duiven. Het had toch wel hoger uit kunnen vallen, hè? Wat slimmer de boel uitcounteren. Maar het gaat met vooral de manier waarop. Hè? Dat we, wat we gezegd hebben, we gaan ons eigen ding doen. We hebben een iets andere bezetting op het veld staan. En we gaan vol voor, ja, voor de overwinning. Dan weet ik dat we het vak mee hebben met onze mensen. En dan hebben we de grootste kans om te winnen. Was een sleutelmoment misschien wel de 0-2 in een fase waarin PEC echt op zoek was naar die 1-1, dat je dan op 2-0 komt? Ja, hij lag er al een paar keer eerder, hè, als we dat goed uitspelen. Maar mooi, die steekbal en dat doelpunt van Charlie had hij nodig. Hè. Op een gegeven moment, ja, die jongen zegt ook tegen mij, train. Ik hoop wel dat ik binnenkort eens aan je inleg, hè, want anders gaan de mensen ook denken. Ik zie jongen, de mensen zijn hier hartstikke positief over jou. Als ze maar zien dat je alles geeft wat je hebt, dan is het hier klaar. En Fliebrik ook al. En gelukkig ziet hij binnen. Dat heeft hij even nodig. Dat heeft een spits even nodig, dat gevoel. En toen na die rode kaart, toen verraste de ploeg me helemaal. Dat was voor Dellen van Michum heel moeilijk, want je moet in één keer vanuit een warming-up, een paar sprinten gedaan, moet je in één keer naar 20 sprints op 100%. Ja, dan ga je helemaal verzuren. Nou, respect voor het mannetje, hoe hij dat opgepakt heeft. En dat we met 10 man dit konden, dat is echt respect. Wat gebeurde eigenlijk bij die rode kaart? Dat heb ik niet gezien, maar ik hoor dat het een elleboog is. Dus. Wat betekent dat? Dat betekent een dikke schorsing. En dat is heel veel. Maar ik had op dat moment maar één gedachte, als dit maar niet ons de kop kost. En dat gebeurde niet? Gelukkig niet. Ja, dat hebben die jongens echt respect. Goed gedaan. En dan zie je na afloop, zie je dat feest bij het uitvak. Wat doet dat met jou? Ja, daar krijg ik koude rillingen van. Hè. Dat had ik vandaag ook het interview met Mark van Steenbergen, hè, wat in de krant stond, de Gelderlander. Dat is deze club. Dat is waar je nergens mee maakt. En dat is wel mooi. Dan ga ik mooi op afstand staan te kijken en dan geniet ik daar lekker van. En dan kom je terug in de kleedkamer en is bier over datum. Ja, dat klopt wat je zegt. Dat klopt. We moeten zo even bij de benzinepomp langs. Dan halen we daar even een nieuw kratje. Maar wat betekent deze zegen voor de Graafschap in de strijd tegen Dacia en ook voor de mentaliteit? Want eindelijk die uitzegen binnen. Ja, dit hadden we even nodig. Hè. Dat de bevestiging, hoe we bezig zijn, hoe we trainen, hoe we met elkaar omgaan, hoe we denken over voetbal, hoe we beelden bekijken, hoe kritisch we zijn naar elkaar. Maar ook het gevoel wat we hadden, deze gaan we pakken. Hè. Dat voelde iedereen aankomen. En dan komt het eruit. Dit doet heel veel. Dit is heel belangrijk. En nu doortrekken. Eerder dit seizoen zei je nog, we spelen eigenlijk met een eerste divisieteam in de Eredivisie. Zie je dat nog steeds zo? Nee, dat is totaal anders. Hè. Er zijn een paar jongens bijgekomen, maar ook een Vet en de Lano Burgzorg. Maar vooral ook de nieuwe jongens. En ook Ted van der Paar, die is een paar maanden uit geweest voor de winterstop. Dat zijn we allemaal vergeten. Maar het is misschien niet Maradona, maar het is wel een Rauwdouwer eerste klas die de boel overeind houdt. Hè. En Bart is aan het groeien en zo gaat het maar door tot onze keeper. Dus dat betekent ook dat we met z'n allen allemaal goed bezig zijn. We worden beter en dat is ook voetbal. Hè. Dat is een seizoen. Dat is zomer vanuit het niets promoveren en dan heb je het even moeilijk. Maar iedereen heeft zijn verstand erbij. En we worden gesteund, dat heb ik van tevoren gezegd, we worden gesteund door onze club, door de mensen. Als ze maar zien dat we er alles aan doen. Dan hoef je nooit ergens over in te zitten. Nou, en dat heb je vanavond weer gezien. Bestuurlijk is het misschien nog een beetje onrustig op bepaalde vlakken bij de Graafschap. Maar jij gaat binnenkort een krabbeltje zetten en dan, hoe zie je de rest van het seizoen ontvouwen? Nee, maar ongeacht wat we doen, ik zeg gewoon eerlijk wat ik denk. Ik heb een gevoel bij de Achterhoek en bij de club en bij de mensen. Ja, daar voel ik mij wel thuis. En als de mensen, als de club mij wel wil houden, dan zal ik niet schroom moeten betekenen. Want ik leef voor geluk en mijn gezin is gelukkig. Nou, en dat betekent dat je ergens goed voelt. En dat is voor mij het allerbelangrijkste. Ga je dan straks ook al een goalsje pakken? Of? Ik ga straks één grootje nemen. Ik ben op dieet. Ik ben ondertussen 6 kilo kwijt. Maar ik neem vanavond één biertje. Die kop werd veel te dik voor die camera voor jullie.